mag je blijven. En ja, ik wil een gebed uitspreken dat God jij gaat gebruiken. Ja, Vader, dank u dat Walfried deze morgen in ons midden is. Dat hij een woord van u heeft ontvangen, wat hij wil delen met ons. Heer, ik bid dat u onze harten wilt openen om ook toch echt te ontvangen wat u door hem heen wil spreken tot ons. En we willen ook het echt ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Ja, ja, hij staat aan. Goed zo. Weet je, tijdens het nummer net van het avondmaal. Misschien wil je even een kort moment gaan staan. Het is misschien een beetje een rare overgang tussen avondmaal en de preek. Maar ik geloof dat de Heilige Geest iets aan het doen is. Weet je, wat ik gewoon zo merk is dat ene zinnetje. To reveal God's nature. Om Gods natuur bekend te maken. En dat is precies waar de kerk voor bestemd is. En dat is mijn passie, dat is mijn hart voor vanmorgen. Er zitten zoveel prachtige mensen. En we zijn bestemd om het wezen, de natuur van God, om dat bekend te maken aan de wereld om ons heen. En ik zou je willen vragen of je even je handen wil openen. En laten we de Heilige Geest uitnodigen. Heilige Geest, wilt u iets in ons hart doen op dit moment? Heer, dat we als kerk, dat we snappen waar we voor bestemd zijn, Heer, om uw hart te vertegenwoordigen. To reveal God's nature. U bent een God die goed is. U bent een God die trouw is. U bent een God die voor mensen is. U bent een God die van mensen houdt. En dat is wie u bent, Heer. En we kunnen soms zo bezig zijn met theologische standpunten en elkaar de tent uitvechten, maar we zijn bestemd om de liefde van de Vader te laten zien aan een wereld die liefde nodig heeft, Heer. Heer, kom met uw heiligheid, Heer. Kom met uw puurheid, Heer. Heer, kom met uw passie in de kerk. Heer, kom met uw passie in de kerk om uw natuur, uw hart te vertegenwoordigen aan mensen om ons heen. Heilige Geest, kom. Heer, dat kunnen we niet met een preek, dat kunnen we niet met een lied, Heer, maar dat is een werk van uw Heilige Geest. En we ontvangen het in de naam van Jezus. Heilige Geest, kom. Heilige Geest, kom. Kom met uw passie. Kom met uw liefde. Heer, maak ons hart zacht, Heer. Maak ons hart zacht, Heer. Heer, laat ons overstromen van liefde voor de mensen om ons heen in Jezus. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, met kracht, Heer. Kom, Heilige Geest. Zet uw kerk in vuur en vlam, Heer. Zet uw kerk in vuur en vlam, Heer. Sherabama sereed in anai. Sunuro bramaman yeralias in daranasu. Sloyoraban yeredeshide. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Met meer van u, Heer. Meer van u, Heer. Meer van u, Heer. Meer van u, Heer. Mama ye de sundoro bai Shidoro brama manye sundoro dai Shirama brama manye sundoro dai Shire de se Shurobo brama yere da dai de de shire Soro brama de re shire de de Shidoro Kom met meer kracht, Heer. Heilige Geest, kom. Heer, we verwelkomen u, Heer. Kom, Heilige Geest, kom. Kom, Heilige Geest, kom. Zet uw kerk in vuur en vlam voor meer passie voor Jezus. Meer passie voor Jezus. Meer passie voor Jezus. Meer passie voor Jezus, Heer. Shinorom siranalalala. Shinorom siranalalala.
Zo dat die mensen die dat zeiden op, bij opwekking. De kerk van Nederland is zo krachtig. De kerk van Nederland is zo krachtig. Maar zien we het ook? Snappen we het ook? Want er zit zoveel kracht in de kerk. Omdat Gods opstandingskracht in ons woont. O Jezus, meer van u Heer. Meer van u Heer. Wauw. Dank u Jezus. Ik geloof dat God een woord heeft voor die vrouw die net hier vooraan stond. Ik denk uit Alphen. Volgens mij was ze getrouwd met de advocaat, de creatieve vrouw. Waar ben je? Oh, ze is even weg. Oh, dat is jammer. Oké. Kun je het onthouden? Nee, ik wacht even. Komt ze terug? Okay. Ze is naar de crash. Oké, dan deel ik het met jou. Ik geloof dat waar ik moest denken is dat zij... Ze is creatief. Dat werd gezegd. Maar ik geloof inderdaad dat zij geroepen is om kleur te brengen op plekken die grijs zijn. Dat ze gemaakt is om licht te brengen op plekken die duister zijn. En ik geloof haar in God. Wat ik ervaar is dat God eruit wil nodigen op een avontuur. Om radicale keuzes te maken. Om zeg maar kleur te bekennen. Want ik geloof dat de woorden die zij in haar creatieve dingen legt. Met kleur of met beeld of met woorden. Dat zijn woorden van leven. Maar ik geloof dat er een strijd gaande is. Om... handig creatief te zijn om iets te maken wat goed aanslaat bij mensen. Of om een radicale keuze te maken om te kiezen voor kleur. Te kiezen voor de woorden die de Heilige Geest haar ingeeft. En ik geloof als ze dat doet, dan geloof ik dat ze vele harten zal raken. Dat ze echt een kleurbrenger mag zijn op plekken die grijs zijn. Dat ze een brenger van licht mag zijn op plekken die duisternis zijn. Dus misschien wil je dat aan haar overbrengen. Dankjewel. Ja. Alright, je mag lekker gaan zitten. Dankjewel voor het spelen. Oké. Poeh. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor degenen die me niet kennen, ik ben Walfried. Ik ben getrouwd met Maria. Ze is mee. Wij zijn voorganger van Shelter Haarlem. En jullie moeten de groet hebben uit Haarlem. Er werd net met mij een vraag gesteld van hoe is het in Haarlem? En toen zei ik, heel veel gaat goed. We hebben uitdagingen, net als elke andere kerk. Maar ik moest op een gegeven moment denken aan een getuigenis van 3 weken geleden. Dat er was een vrouw die kwam voor het eerst in onze kerk en volgens mij ook sinds heel lange tijd überhaupt in een kerk. En ze vertelde dat ik zag dat ze geraakt werd. En dat ze was emotioneel en ik liep even naar haar toe aan het einde van de dienst, maakte even kennis. En toen zei ze, weet je, ik ben al 3 jaar ben ik op zoek. Gewoon een spirituele zoektocht. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik merkte aan mezelf, ik zit gewoon op een doodspoor. En ik ben zomaar hier binnengerold, zei ze. Zeg maar, ik was zo geraakt, gewoon wat hier de atmosfeer zei ze, gewoon het geestelijke klimaat. En weet je, ze wilde haar hart aan Jezus geven. En een week later had ze de vriend meegenomen en die kwam binnen. Die had diezelfde reis gemaakt en we maakten even kennis. En hij begon ook te huilen. En toen zei hij ook, ik heb jarenlang gezocht, geestelijke vervulling gezocht. Zeg maar, ik kom hier en er is hier een geest, zei hij, die ik nooit ergens anders ben tegengekomen. Maar hij doet me iets, zei hij. Zeg, vertel me, wat is het? Ik zeg, dat is de tegenwoordigheid van God. En hij was geraakt gewoon door de tegenwoordigheid van God. En als ik aan die getuigenissen denk, dan denk ik, ja, het gaat goed. Zolang dit soort getuigenissen gebeuren, als mensen geraakt worden door zijn tegenwoordigheid, door zijn liefde, dan gaat het goed. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat we mensen een encounter, een ontmoeting geven met Jezus. Dat we, zeg maar, zijn hart representeren in een samenkomst of op een andere plek. En daar wil ik vanmorgen ook iets over delen. Van de week sprak ik Pieter Jan. En Pieter Jan, ik vroeg aan, joh, ik zeg, zijn jullie bezig met een bepaald thema? En toen zei hij, ja, we zijn bezig met geloof. En we zijn bezig met het geloofsavontuur aangaan met God. En ik dacht, oh, dat is een mooi thema. Het geloofsavontuur aangaan met God. Ik ben een boek aan het schrijven. En dat heet Krachtiger dan je denkt. Dat komt in oktober komt het uit. En dat gaat hier eigenlijk ook over. Dat gaat eigenlijk over... het wonderlijke verhaal wat God met jouw leven wil schrijven. Ik geloof dat God met elk persoon hier, met elke zoon en dochter, dat hij een verhaal wil schrijven met jouw leven. En voor de een is dat een verhaal wat heel erg in het zicht is.
En voor anderen is dat een verhaal wat misschien wat minder in het zicht is. Maar hij wil met jou een verhaal schrijven. Daar gaat het boek over. Het komt in oktober uit, dus hou hem in de gaten. Dit was de reclame. Ik wil daar een aantal dingen uit delen. En dat wil ik doen aan de hand van het verhaal van Daniël. Ik vind Daniël een fantastische geloofsheld. Ik vind hem een heerlijke vent. Mooie verhalen, echt avonturen die hij meemaakt. En ik wil beginnen met het hoofdstuk 1, vers 1 in Daniël. Ik lees hem je voor. Er staat: in het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnezar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. Ik denk, hey, een apart begin van zo'n verhaal. Eigenlijk begint het geloofsavontuur van Daniël, dat begint met een tijdsaanduiding in het derde jaar van. Het begint met een moment. Het is niet een verhaal wat is opgeschreven ergens in de tijd. Hè, zo van, er was eens een man, heel lang geleden in een land hier ver vandaan. Nee, het begint met een tijdsaanduiding. Het begint met een moment in de geschiedenis. In dat jaar vond dit plaats. En ik geloof dat als je een... Daar ga ik vanuit, hè. Het is het thema van de kerk. Ik geloof niet dat het alleen iets wat bij Pieter Jan leeft, maar ik ga ervan uit dat het ook bij jullie leeft, om dat geloofsavontuur aan te gaan met God. Maar dat geloofsavontuur, dat begint met begrijpen dat je geloofsavontuur vandaag begint. Het begint met bewustzijn dat jij niet zomaar hier bent, maar dat jij voor 2022 bestemd bent. Jij bent voor dit uur, je bent voor deze dag, je bent voor dit jaar... Ben jij gemaakt? Het is niet toevallig dat je hier zit, maar je geloofsavontuur begint op een specifiek moment. En dat moment, dat is nu. In het verleden heb ik wel eens, en dat merk ik ook wel eens bij mensen, dat we soms dromen. En dat we het idee hebben van, ach, weet je, ik geloof dat God me wil gebruiken. En dat ligt vaak in de toekomst. In de toekomst zien we een prachtig mooi plaatje. Dat we iets aan het doen zijn, waar ons hart vol van wordt. En dat ligt vaak ver vooruit. Het is ook wel een thema wat wel eens op bijbelscholen klinkt of op discipelschaptraining. Hey, wat is nou jouw plek, zeg maar? Wat is nou je bestemming of je roeping? En ik geloof dat het goed is. Ik geloof dat het goed is om na te denken, dat je dromen mag hebben. En ik geloof dat God ook nieuwe dingen wil doen in de toekomst. Maar het begint met het besef dat je vandaag al in die bestemming wandelt. Dat begint vandaag. Je geloofsavontuur begint nu. En in het nu kun je wel eens te maken hebben met problemen en uitdagingen. We hoorden net het verhaal van het stel op de Malediven. Heftig, als je weet, als je erheen gaat, dat de kans aanwezig is dat je gearresteerd wordt en in de gevangenis terechtkomt. Dat is een moeilijke omstandigheid. En het kan zomaar zijn dat jij nu ook in een omstandigheid bent, misschien niet zoals zij op de Malediven, maar dat je nu in een omgeving bent, op je werk, in je gezin, de straat waar je woont, bij de sportvereniging, wat dan ook, dat er omstandigheden zijn die moeilijk en lastig zijn. Hobbels op de weg. Irritante collega's die je maatloos irriteren. Een bedrijfscultuur waar je niet lekker in voelt. En dat zou zomaar kunnen zijn dat je in een omgeving bent en zegt, ah, is dit echt wel de plek waar God me geplaatst heeft? En de valkuil is van ons allemaal, is dat we de tegenslagen en de onprettige omgeving kunnen gaan zien als niet de juiste plaats. En dat we onze verwachting over Gods geloofsavontuur vooral plaatsen in de toekomst. He, dus we hebben een droom en ergens moet God iets doen, zodat we in een andere omgeving terechtkomen, zodat we helemaal tot bloei komen. Maar bij Daniël begon dat in dat derde regeringsjaar. Je geloofsavontuur, dat begint vandaag. Oké, laten we eens even kijken naar het leven van Daniël. Daniël die kwam aan het hof te werken als gevangene van Nebukadnezar. En Nebukadnezar was een heidense koning. En Daniël was een godvrezend man. Hij hield van God. En Nebukadnezar had er hele andere gewoontes aan overgehouden. Hij had er totaal geen moeite mee om magiërs te raadplegen, om waarzeggers te raadplegen. En dat was zeg maar de omgeving waar Daniël terecht kwam. Nou, het lijkt me niet echt een droombaan, zeg maar, voor Daniël, toch? Nee, fijne collega's heb je dan, die magiërs. En hij kreeg al snel een nieuwe naam. Dus Daniël, hij werd niet meer Daniël genoemd, maar hij werd Belsasar genoemd. Hij kreeg de dubieuze eer dat hij vernoemd werd naar de afgod Bel. En Belsasar, dat betekent Bel die beschermt mij. Wat een rotnaam. En elke keer als hij op zijn werk kwam, werd hij herinnerd aan die leugenachtige naam. Elke keer werd hij niet Daniël genoemd, maar hij werd genoemd Belsasar.
Elke keer als hij genoemd werd bij die naam, was het een aanval op zijn identiteit en was het een aanval op zijn vertrouwen in de levende God. Elke dag weer opnieuw. Ik kan me voorstellen dat hij daar zich behoorlijk eenzaam in voelde. En Daniel die kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar hij kreeg uiteindelijk ook een nieuwe baan. Hij deed zijn werk nogal goed en hij kreeg promotie. Hij werd aangesteld als hoofd over de magiërs. Interessante carrière switch, zeg maar. Stel je voor dat je straks bij de koffie staat en je kent iemand niet zo goed. En je stelt je voor, zeg, hey, wat voor werk doe je? Nou, ik ben hoofd van een groep magiërs. Oh, leuke baan. Bijzonder. Het lijkt me bijzonder ingewikkeld. En ik denk dat als ik Daniel was en ik zou in die tijd leven, dat mijn gebed ongeveer zou zijn van, Heer, ik zit niet op de juiste plek. Dit kan niet van u zijn. Het is occult, het is niet goed, ze aanbidden afgoden. Heer, ik geloof dat ik in een andere omgeving, dat ik beter uit de verf kom dan hier. En dat er een behoefte zou zijn om er eigenlijk tussenuit te sneaken. Hoe kom ik hier weg en hoe kan ik eigenlijk onder deze cultuur, deze omgeving vandaan komen? En het zou zomaar kunnen zijn dat als je beseft dat jouw geloofsavontuur vandaag begint, dat jouw omgeving misschien wel een beetje aanvoelt zoals Daniel dat ervaarde. Dat je omgeving, nou niet dat je denkt van nou, dit is nou de meest ideale plek om tot bloei te komen. Nou, wat doe je dan? Ik heb 3 dingen bedacht. Je kunt vertrekken. Dat is het makkelijkste. Je denkt van nou, hier kom ik niet tot bloei. Dit is niet de juiste plek. Volgens mij heeft God iets anders voor me. Ik ga ergens anders heen. En soms kan het zo zijn dat vertrekken naar een andere omgeving inderdaad beter is voor je. Als het zo overweldigend is dat je je identiteit kwijtraakt, dat je je eigenheid kwijtraakt, dat de omgeving zo heftig is dat je eigenlijk niet meer kunt blijven staan, dan kan het handig zijn om weg te gaan. Maar ik denk dat heel wat christenen te snel vertrekken. Dat ze te snel de conclusie trekken van, de omgeving waar ik nu in zit is niet fijn, is niet oké, dat voelt vervelend. God heeft vast iets anders voor me, ik vertrek. Nou, Daniel die vertrok niet. Nee, zul je zeggen, dat is nogal logisch. Hij zat daar vast. Ja. Nee, dat klopt. Daniel die vertrok ook niet fysiek. Maar je kunt vertrekken zonder dat je fysiek vertrekt. Misschien ken je ze. Als je in een bedrijf werkt en je hebt wel eens een vergadering of een overleg, dan kan het zo zijn dat je een collega hebt die wel aanwezig is. Dus hij zit netjes op zijn stoel, omdat zijn manager dat van hem vraagt. Maar eigenlijk is hij al lang uitgecheckt. Eigenlijk zit zijn hart er niet meer in. Eigenlijk is hij met zijn gedachten ergens anders mee bezig. Dat kan. Dus je kunt aanwezig zijn en toch uitgecheckt zijn. Snap je dat? Dus je kunt denken, oké, ik ontvang het, ik doe het maar gewoon, dit is gewoon mijn taak en ik doe gewoon mijn ding. Maar eigenlijk dat je hart er niet meer zit. Maar Daniel die was niet uitgecheckt. Daniel die zat daar, maar hij deed keihard zijn best, want hij kreeg die promotie. Hij werd gezien, wat hij deed, dat was beter dan zijn collega's. In een omgeving die gewoon occult was. Bizar. Maar Daniel die bleef. En hij checkte niet uit. Dus je kunt vertrekken. Je kunt ook blijven en helemaal aanpassen. Dat kan. Dan blijf je en denk, oké, ik wil gewoon één van hen. En dat je meegaat met die bedrijfscultuur, dat je meegaat met de leugenachtige labels die ze op je proberen te plakken. Dat je zeg maar, je eigenheid, je identiteit kwijtraakt en dat je eigenlijk daar helemaal in opgesleurd wordt. Nou, dat is wat Daniel niet deed. Er komt een prachtig mooi verhaal. Daniel, hoofdstuk 6. Even kijken, ja. Hij kwam op een gegeven moment onder de nieuwe koning Darius kwam hij te functioneren. En hij werd een van de 3 rijksbestuurders. En dat deed hij opnieuw, deed hij dat zo goed, dat de andere rijksbestuurders, dat ze jaloers werden. En ze wilden een list bedenken om Daniel te stoppen. En een heel lang verhaal kort, waar het op neerkwam, koning Darius die had een bevel uitgevaardigd dat het voor 30 dagen verboden was om een andere god te aanbidden of te bidden tot een andere god dan de god van Darius. En Daniel, die hoorde dat. En Daniel, dus je zou kunnen denken, nou, dat Daniel dacht, weet je wat, het is maar 30 dagen. Over 30 dagen pak ik mijn gebedsleven weer op. Of hij had ook kunnen denken, nou, weet je, ik bid wel even stiekem onder de dekens, vlak voordat ik ga slapen. Maar Daniel, die besluit iets anders. Daniel, die besluit iets anders. Hij zegt, er wordt over hem geschreven, Daniel 6 vers 11, er staat, toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. En daar knielde hij neer. Hij bad tot zijn God en prees hem precies zoals 3 per dag zijn gewoonte was. Wat een kerel. Wat een kerel. Want hij wist wat de prijs was om dit te doen. Er was een risico. Er was een risico om in de leeuwkuil terecht te komen. Maar hij deed het.
Hij bleef trouw aan waar hij voor geroepen was. Hij bleef trouw aan zijn gehoorzaamheid aan God. Hij bleef, maar hij werd niet één van hen. Hij nam de kleur van zijn omgeving niet op, zeg maar. Maar Daniel die bleef heel dicht bij zichzelf. Dus als je in een lastige omgeving bent, je kunt weggaan, omdat je denkt dat God een betere plek voor je hebt. Je kunt blijven en je helemaal aanpassen aan je omgeving. Maar je kunt ook blijven om de boel te beïnvloeden. Oep. Zo. Ja. Je kunt ook blijven om te beïnvloeden. Als je weet dat jouw geloofsavontuur niet ligt in een plek die beter voelt, maar hij begint op de plek waar je te midden bent van al die uitdagingen. Jouw geloofsavontuur begint op de plek waar juist al die dingen gebeuren, die lastig zijn. En omdat jij bestemd bent voor die plek en voor deze dag, voor dit moment, maakt God je ook bekwaam en geschikt om de principes van Gods Koninkrijk te brengen op die plek. Hij wil je zijn genade geven, zijn vooruitwerkende genade geven. Genade die het mogelijk maakt om dingen te doen waarvan je zelf dacht dat het onmogelijk was. Hij wil jou gebruiken op die plek van roddel en negativiteit en kwaadsprekerij over andere mensen. Wil hij jou gebruiken, hij wil jou vullen met zijn genade, met zijn Heilige Geest om woorden van leven te spreken. Om positieve woorden te spreken. Om het klimaat van de plek waar je bent langzaamaan te veranderen met de principes van Gods Koninkrijk. Dat is het geloofsavontuur die je aan mag gaan. God geeft je zijn vooruitwerkende genade. Hij heeft je toegerust om midden in die omgeving van onrust, om daar woorden van vrede te spreken. We gaan even terug naar het verhaal van Daniel. Daniel die had een vastberaden houding. Hij bleef bidden. Hij ging niet mee in het besluit van koning Darius. Maar dat had een prijs. Hij belandde op een gegeven moment in de leeuwenkuil, bekend verhaal. Hij belandde in de leeuwenkuil. Maar wonder boven wonder, hij overleeft de leeuwenkuil. Er was een engel die de leeuw zijn bek dichthield. En die leeuw die heeft daar de hele nacht heeft naar Daniel staan kijken. Maar hij werd beloond, de leeuw, want een dag later kwamen alle mannen die Daniel erin hadden geluisterd, met vrouw en kinderen, die kwamen in de leeuwenkuil terecht. Dus wachten loont, loont zeg maar. Geduld hebben loont. Die krijgt een veelvoud krijgen ervoor terug. Dus Daniel die overleefde het, maar de mannen die hem erin luisterden, die overleefden het niet. En nu komt het. Een prachtig wonder. Maar eigenlijk het mooiste wonder, dat gebeurt hierna. Ik ga hem je voorlezen. Je moet je voorstellen dat die koning, koning Darius, die was zeer onder de indruk van wat er gebeurde. Hoe kan dat? Hoe kan die man wat een bijzondere man is dat, die Daniel. En Daniel, die staat dus op uit die leeuwenkuil. En koning Darius, die besluit om een brief te schrijven naar zijn volk. Naar al die mensen, al die inwoners. En dit is wat hij schrijft. En daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dus het is nog meer dan ik net zei, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden, mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniel, want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap komt nooit ten gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. Wauw. Koning Darius die schrijft een brief over het leven van David. Wat was er gebeurd, Daniel? Wat was er gebeurd als Daniel, als hij had gedacht van, nou weet je, de plek waar ik nu ben, het is een toevalligheid dat ik hier zit. Wat was er gebeurd als Daniel mee was gegaan met die leugenachtige nieuwe identiteit, dat hij was gaan geloven dat hij Belshazzar was in plaats van David, Daniel? Wat was er gebeurd als Daniel mee was gegaan met de gewoonte van de magiërs, dat hij ook op het occulte pad terecht was gekomen? Wat was er gebeurd als Daniel niet standvastig was geweest? Het effect was geweest dat er nooit een brief was geschreven over het leven van Daniel, wat eer geeft aan God. En dat is precies waar het om draait. We zijn geroepen om het wezen van God te laten zien. Weet je, en ik geloof dat we allemaal een geloofsavontuur aan mogen gaan met God.
Maar mijn aanmoediging vandaag is, hou vol. Wees moedig. Wees een moedige besluitennemer. Besef dat jouw geloofsavontuur vandaag begint. En loop er niet voor weg. Ga niet op zoek naar een andere plek. Blijf ook niet, laat je niet aanpassen of pas jezelf niet aan aan je omgeving. Maar besef dat jij een geroepene bent om moedige besluiten te nemen, zodat je je omgeving kan veranderen. Met welk doel? Dat er een brief geschreven wordt over jouw leven, wat eer geeft aan Koning Jezus. Want dat is waar het om gaat. Dat jouw leven een brief vormt tot eer van Jezus. Dat mensen zullen zien, wat is jouw God goed? Wat is jouw God trouw? Dat het niet alleen maar een liedje is wat we zingen op zondag, maar dat jouw leven een getuigenis is van de goedheid van wie God is. Als je dicht bij je ware identiteit blijft en je niet inlaat met leugenachtige namen, als je niet wegrent voor moeilijke omstandigheden, maar ze aanpakt, dan wordt er een brief geschreven over jouw leven dat eer geeft aan God. Wees moedig als Daniël en neem krachtige besluiten. En ik geloof, dan zal er ook over jouw leven een brief geschreven worden. Een brief wat eer geeft aan Koning Jezus. Ik wil je vragen of je wil gaan staan. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Het is soms zo makkelijk om te zeggen, ja, ik wil dat geloofsavontuur aangaan met God. Ik merk het bij mezelf ook, omdat het ligt vaak zo in de toekomst. Ik heb daar een plaatje van, ik heb daar een ideaal beeld van. Maar het betekent dat ik vandaag de moed moet hebben om te blijven staan. Dat ik de moed moet hebben om de moeilijkheden waar ik nu mee te maken krijg, om daarmee te dealen. Om te zeggen, Heer, maar ik geloof dat u mij geroepen heeft. Ik geloof dat dit de plek is. Met alle, in mijn ogen is het de meest onmogelijke plek. Maar toch blijf ik staan. Omdat ik weet dat ik een geroepene ben voor vandaag. Mijn geloofsavontuur begint vandaag. Jouw geloofsavontuur begint nu. En hij maakt jou bijzonder bekwaam om te blijven staan. Om een verschil te maken. Hij maakt jou bekwaam. Hij geeft jou zijn vooruitwerkende genade. Om die dingen te doen die je mag doen op de plek waar God jou geplaatst heeft. En toen ik bezig was met mijn voorbereiding, toen moest ik gewoon denken aan een specifieke groep. En dus het is een, onder andere een boodschap voor een specifieke groep. En ik moest denken aan mensen die uitgecheckt zijn bij het werk wat ze doen. Dat je daar wel zit en dat je eigenlijk voelt van, ik weet het niet. Volgens mij heeft God iets anders, maar eigenlijk zit ik een beetje klem. En ik geloof dat God je aan wil moedigen om weer opnieuw in te checken. Om trouw te zijn. Om te zeggen, het werk wat ik doe, de plek waar God me geplaatst heeft, dat doe ik voor de volle 100%. In het besef dat vandaag mijn geloofsavontuur begonnen is. En zo blijft het misschien niet. Er komen vast wel hele andere perioden komen eraan. Maar ik ben trouw op de dingen die ik doe. En ik doe het niet vanuit een slaafse houding van oké, ik krijg een opdracht en ik doe het wel. Maar ik doe het als een zoon van de Vader. En ik zet me daarvoor in. En wie weet krijg je promotie, net als Daniël. Misschien krijg je promotie, misschien ook niet. Misschien ziet het eruit op een manier waarvan je denkt, oh help, dat wil ik helemaal niet. Maar blijf trouw. Blijf trouw, wees moedig, maak moedige keuzes. Maak ook moedige keuzes als je in een omgeving zit. Dat mensen een beroep doen op je, dat ze misschien dingen van je vragen om te doen die je niet wil. Dat ze labels op jou plakken van iemand die je bent waarvan je voelt, ja maar zo ben ik helemaal niet. Maar misschien is dat wel juist wel de plek waar God je wil hebben. Misschien is dat juist wel de plek waar jij een verandering mag brengen en de principes van Gods Koninkrijk zichtbaar mag maken. Misschien is juist die ongemakkelijke omstandigheid, dat die plek waar jij werkt en waar jij functioneert, misschien is dat wel het decor van je geloofsverhaal wat God met jouw leven aan het schrijven is. En ik geloof dat het specifiek voor een aantal mensen heel specifiek is. Dat het reëel is. Dat je aan het denken bent om te switchen van baan. Dat je aan het denken bent van oké, ik stop ermee, want dit is niet mijn plek. Maar ik geloof dat God je wil aanmoedigen. Hou vol. Blijf zitten. Ik heb het is geen algemene boodschap. Ik hoop dat je dat begrijpt. Want het kan zo zijn dat er momenten zijn dat het goed is om wel weg te gaan. Kijk, als Daniël mee was gegaan met die leugenachtige beloftes of die leugenachtige naam, als hij mee was gegaan met het gebruik zeg maar, van die magiërs, dan zou hij zichzelf helemaal verliezen en dan verlies je ook je kracht. En dan wordt het tijd om weg te gaan. Maar ik geloof dat hier heel veel krachtige mensen zitten, dat je weet wie je bent, dat je vol bent van de Heilige Geest,
Dat je weet wat het betekent om vanuit genade dingen te doen. En te zeggen, nee, maar God die gebruikt mij, hij roept mij om te blijven. En om een keer te brengen, een verandering te brengen op de plek waar jij gemaakt bent. Jouw geloofsavontuur begint vandaag. Ik geloof dat de mensen zijn vanmorgen dat je opnieuw eigenaarschap mag nemen over de positie waar je in zit. Als je bezig bent bij een werkgever of als je in een straat woont, als je zegt, ah, het loopt niet zo lekker met onze buurt, er zijn wat strubbelingen. Dat God zegt, joh, maar neem weer eigenaarschap. Neem weer eigenaarschap, check niet uit. Maar neem je verantwoordelijkheid, zeg ik ben een zoon, ik ben een dochter van de Allerhoogste God. En ik mag hier een keer brengen. Ik mag leven vanuit die bron die in mij leeft, vol van leven, mag ik dat leven uitdelen aan de mensen om me heen. Weet je, het is soms zo makkelijk om te zeggen, ik wil dat geloofsavontuur aangaan met God. Maar ik kan je vertellen, als je het vandaag niet kunt, wie zegt me dan dat je het over 3 jaar wel kunt in een andere plek? Soms moet je de lessen leren voordat je die doorbraak ervaart. En ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen afhaken, dat ze weggaan, maar 3 jaar later leren ze weer opnieuw diezelfde lessen. Waarom? Omdat ze ervoor weggelopen zijn. Weet je, sommige mensen die gaan wel eens weg uit hun kerk of van een bedrijf, omdat ze een botsing hadden met een bedrijfsleider of wat dan ook. En 3 jaar later gebeurt exact hetzelfde. Ja, dat had ik je kunnen vertellen. Maar dat was nou net het verhaal, dat was nou net die omgeving waar God je geplaatst heeft om er iets aan te doen. Dat je zelf door het proces heen gaat en dat je iets mag doen aan die omgeving. Maar hou vast, loop niet te snel weg. Het geloofsavontuur met God is soms gewoon niet leuk. Is ingewikkeld. Als je naar de Malediven gaat met het besef dat je in het vliegtuig zit, dat je misschien wel in de gevangenis terechtkomt, dat is niet leuk. Ja, dat is spannend en opwindend als je hier op een stoel zit. Zo, wauw, indrukwekkend zeg. Maar je zou maar in het vliegtuig zitten. Dat vraagt wat van je. Als je kinderen hebt of familie. Natuurlijk wil je niet in die gevangenis terechtkomen. Omdat je weet, nee, maar God heeft me geplaatst. God heeft me geroepen voor deze taak. Voor dit bedrijf, voor deze straat, voor deze sportvereniging. Want ik ben zijn zoon. En wat mijn omgeving ook doet en hoe ze er ook uitziet. Maar ik breng leven op de plek waar leven nodig is. Ik breng kleur op de plek waar kleur nodig is. En daar verlang ik naar een kerk die op gaat staan en zegt van, hé, maar wij zijn geroepen om het hart van de Vader te vertegenwoordigen op elke plek in de samenleving. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik geloof dat vanmorgen het moment is dat Daniël is op gaan staan. En we staan al allemaal, maar je kunt ook bewust gaan staan. Je kunt gaan staan en gaan staan. Je kunt fysiek gaan staan, maar ik zeg van, nee, maar ik ga staan als een Daniël. En ik geloof dat er een aantal mensen zijn vanmorgen dat je die boodschap voelt van sta op als een Daniël. Alsjeblieft, sta op als een Daniël. Wees moedig. Wees moedig. Wees niet te negatief over je omstandigheden. Want dat is precies waar God je wil hebben. Om dingen te leren en dingen in verandering te brengen. Sta op als een Daniël. Heer, ik bid Vader voor deze gemeente. Heer, het is een gemeente met geschiedenis. Er zijn hier zulke mooie, prachtige dingen gebeurd in deze zaal. Oh, ik heb hier meerdere keren op mijn snuffert gelegen omdat ik geraakt werd, Heer, door uw kracht. Heer, het is een gemeente vol van vuren, vol van passie. Het is een gemeente die leeft. En ik bid, Vader, dat deze gemeente zal bestaan. Heer, uit Daniëls. Uit Daniëls. Mannen en vrouwen die weten dat ze geroepen zijn. Die niet weglopen voor hun omstandigheden. En het past zo niet in de tijdsgeest. Alles moet snel gaan. Alles moet succesvol zijn. Elke klap die moet raak zijn. Maar dat is gewoon niet het leven met God. We leven in een tijd dat het makkelijk moet gaan, dat het vanzelf moet gaan. Maar God die zoekt naar een kerk die moedig is, die zegt van, joh, hou nou vol, loop er niet voor weg. Blijf er gewoon zitten en vertrouw dat ik je die genade geef, dat ik je de kracht geef om dingen in verandering te brengen. Want je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. De omstandigheden van Daniël, die waren onmogelijk. Maar kijk naar zijn verhaal. Er werd een brief geschreven over zijn leven. Wat eer geven aan God. En jij bent bestemd, als je blijft staan, dat er wordt een brief geschreven over jouw leven. Wat eer geeft aan Koning Jezus. En dat heeft Aalsmeer nodig. Dat heeft Alphen aan de Rijn heeft dat nodig. Elk dorp hieromheen heeft het nodig. Dat er Daniëls op gaan staan. En zeggen, ik neem mijn plek in. Ik neem eigenaarschap over de plek die God mij heeft gegeven. Dank u, Jezus. Heer, ik bid, de Heilige Geest, ik kom. Heer, en ik zegen de Daniëls in deze gemeente. Ik zegen de Daniëls met moed, met durf, met geloof, met passie. Om de geloofsavontuur met u aan te gaan. Ook als het niet zo leuk is. Juist als het niet zo leuk is.
Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Vader.